Hey hallo en welkom bij alweer een gloednieuwe aflevering van het Anne Show Nieuws. En ook vandaag zit je goed voor de laatste nieuwtjes uit Showbizland. We hebben de populaire Ghost Rockers te gast in onze studio. Dien heeft een toffe babbel met de grietjes. En afsluiten doen we met de nieuwste videoclip van de Vlaamse Greasecast. Ondertussen zit ik hier in een goed gevulde studio met de Ghost Rockers. Hey. Hoe is het, guys? Goed. Heel goed. Ik moet zeggen, ik ben heel lang mee geweest, maar nu zo de laatste paar weken heb ik er wat moeten missen. Je hebt het dus spannendste gemist dan. Moet ik echt, ja, maar mijn dochter zouden mij wel een beetje op de hoogte. Oké, maar je moet echt terug beginnen kijken, want de spanning gaat alleen maar exponentieel. Oké. Geweldig. Zeg, komt er ook een seizoen 3? En Indo, jij kijkt naar Marie. Tot dit moment was dat eigenlijk een geheimpje, maar ik denk dat we nu wel tegen u dan... Hè. Blijf tussen ons. Misschien wel kunnen zeggen dat wij... Ja, wij beginnen aan seizoen 3. Echt? We gaan een derde seizoen! Geweldig. Naast de serie natuurlijk is de muziek primerend. Tinne, de nieuwe cd is net uit. Ja, de nieuwe cd is net uit en hij heet The Beat. En ik moet echt zeggen dat ik het een supergoeie cd vind. We waren ook bezig van welke nummers gaan we nu brengen in onze optredens. En daar zitten zoveel nummers in van seizoen 2, omdat we ze allemaal zo goed vinden. Ja. Dus gewoon heel een album brengen. Ja. De eerste cd was ook goed. Ja. Dus we moesten kiezen. We hebben heel toffe keuzes gemaakt voor de nieuwe optredens. Er zitten heel toffe mengelmoesjes in van cd 1 en cd 2. Ja, jullie zeggen optredens, jullie gaan op tour, hè? Ja, we gaan op theatertournee. Dus dat wil zeggen dat we een soort van... een spannend mysterieverhaaltje gaan brengen met muziek. Dus echt wel een beetje... Ja, dus echt een verhaling. Ja, oké. Op verschillende podia. Gent, Antwerpen, Oostende en... Hasselt. Volwassen. En daarnaast zijn we deze zomer ook op allerlei podia door heel Vlaanderen te vinden. Ja. Dus dat wordt ook al top. Zeg, jullie hebben ook een nieuwe single uit, hè? Ja. Oké, we gaan kijken naar de nieuwste videoclip en jullie mogen die zelf aankomen. Hier is de videoclip van Volk in Gevoel.
geweldige clip. Super. Ja, dank u. Ik ben fan. Jullie zijn ook heel actief op YouTube. Jullie zijn aan het... Het is een nieuw woord. Ik heb het vandaag bijgelegd aan het heel veel aan het vloggen. Ja. Zo raar woord. Ja, we vinden het heel erg leuk om... we doen zo ontzettend veel dingen. Vooral veel verschillende dingen. Dan, we zijn vorige zomer dan overal in Vlaanderen wel ergens geweest. En toen kwamen we op het idee van ja, waarom zouden onze fans niet een kijkje geven in wat wij eigenlijk altijd doen. Want ze zien altijd alleen maar het optreden of ze zien alleen maar de serie. Maar ze zien niet wat er achter de schermen bij de serie gebeurt. Of wat er achter de schermen bij een optreden gebeurt. Wat we te eten krijgen, hoe we onze make-up doen, blabla. En zo is eigenlijk Ghost Rockers Backstage ontstaan. En zo kan iedereen meekijken in wat wij eigenlijk iedere dag bijna wel... En filmen jullie dan gewoon random? Van we beginnen maar te filmen, maakt niet uit. Ja, dat is echt zo'n beetje van... Oh, de camera gaat aan en dan... Dat is zover. Dat kan in een auto zijn, dat kan... Dat is ook het leuke, het is spontaan. Het is, het is niet gemaakt, het is gewoon... Dit zijn wij. En of je het nou leuk vindt of niet. En ja, dan pak ik de camera en dan film ik Swans gezicht. Terwijl hij net bakken wordt. En dan, dus dat maakt dat, denk ik, dat het leuk is, dat het gewoon heel spontaan is. Dat is altijd de leukste moment. Geweldig, geweldig. By the way, de serie is er, album is er. Komt er ook een film? Oh, dat zouden we zo graag willen hebben. Ja? We zouden heel graag een film hebben. Ghost Rockers the Movie. Ik zie het al zo over mij. Dat is wel zoiets dat we van onze bucketlist zouden willen. Ja. We spelen nu ook in Nederland. De serie speelt nu ook in Nederland op Nickelodeon. Proficiat daarvoor. Dank je. Want zo evident is dat niet. Nee, inderdaad. Maar dat zou dus nu zo vet zijn dat we een film kunnen hebben dat ook voor het veel grotere Nederlandse publiek. dat zou keikool zijn. Ja, er waren ook veel fans die dachten dat als grote geheim dat we in februari gingen delen, dat dat een film ging zijn. En voor een film zit er zelf ook nog in spanning, dus dat weten we niet. Ja. Geweldig, geweldig. Als het zover is, dan kom je maar af. Hè. Ja, goed. Zeg, ik heb nog wat vragen van de fans voor jullie. Hadden jullie ooit gedacht dat de serie zo populair zou worden? Je hoopt dat. Ik heb tijdens de opnames van het eerste seizoen met Florian Thijs, die is onze muziekdocent in de serie, die is altijd, dat kan niet anders dan dat goed loopt. Daar zou ik van verschieten als dat niet werkt. Maar ik heb er zelf echt nooit over nagedacht. Van, zou het nu zijn? Wel gehoopt natuurlijk. Maar ik was er toch wel van verschoten dat we dan in afgelopen zomer, wanneer was de petroltijd? Dat is februari. Niet zomer. Februari. Een jaar geleden dat we dan echt benoemd zijn tot hype. Ja. Dat had ik niet verwacht. Nee. Ik had op gehoopt. Maar ik was wel goed verschoten. Ja. Je mag het ook eigenlijk niet hopen. Ja, je mag het wel hopen, maar je mag er niet van denken van oh, dit wordt een succes. En wat druk, zeker voor het eerste seizoen, we hebben een half jaar aan dat seizoen gewerkt. En wij zaten eigenlijk opgesloten in het Dam. We hebben het niet opgesloten, maar... Maar alleen maar aan het draaien. Niemand wist van ons bestaan eigenlijk. Niemand wist van ons bestaan. Dus we waren alleen maar bezig met het maken van de serie. En vervolgens kom je dan met zo'n concert kom je eigenlijk naar buiten toe. En dan zie je pas hoe groot die impact is en hoe kinderen daarop reageren. Meezingen en de teksten kennen en de liedjes. En dan had ik ook zoiets van... Dit is zo cool. Ja. De saus pakt, zoals ze zeggen. Ja, dat is bij ons thuis ook. De meisjes die zetten die cd op en die beginnen die tekst van buiten te leren. En binnen de kortste keren denkt hij van... Oké, dan. Dat wordt zo geabsorbeerd, gelijk een spons water absorbeert. Geweldig. En dan nog een zeer belangrijke vraag. Wat is het grote geheim? Dat kunnen wij niet vertellen. Ja, maar we hebben het eigenlijk al verteld. Maar voor de jongens en de meisjes dat het nog niet weten... ons grote geheim is dat wij binnenkort een theatertour gaan doen. En die theatertour die begint... In mei. In mei. Ja. Dat gaat heel mei zijn. Heel mei. Voorlopig enkel de maand mei. Ja. En we gaan ermee naar Antwerpen, Gent, Oostende, Hasselt. En dat wordt super tof. Dat gaat een verhaal op zich zijn met de muziek van de Ghost Rockers, die dat ze allemaal zo graag horen. Maar het verhaal weten we nog niet, hè? Nee. Daar gaan we ook nog iets van verklappen. Wanneer beginnen jullie te repeteren? Dat gaat tussen het draaien door zijn, denk ik. Ja. Dus, jullie zijn nu nog aan het draaien? We gaan nu beginnen. We hebben nu een winterstop gehad. Oké. En dan beginnen we aan seizoen 3. Ja, dat was super spannend. En ook zoiets van, in sommige series worden acteurs helemaal niet geïnformeerd over wat het uiteindelijke einde is. Weten jullie al hoe het afloopt? Nee. Ook niet? Nee. Dus jullie weten ook? Ja.
Stukje per stukje. We weten zo hele kleine beetjes. Je moet niks verklappen, hè, maar het is zo... Nee, soms weten fans zingen zelfs eerder dan het ware dat we weten. Dan gaan we langs de schrijvers, die zitten in een lokaal met een heel groot raam. En dan gaan we wel eens kijken of er al nieuwe dingen hangen. Ja. Die hebben storyboards helemaal uitgetekend en dan plakken wij met ons gezicht tegen. Dus eigenlijk is het voor jullie dan toch ook een klein avontuur toch, van zeker. Wat gaat er nu gebeuren? Het is altijd zo thuis zitten van... Oh, wanneer zou er de script komen? Want ik wil weten wat er gebeurt. En dan blijft zo, wanneer komen de scripts? Want wij weten, zo'n beetje de vage verhaallijn van dat gaat er gebeuren en die gaan we ontmoeten. Maar de dialogen en wat er dan in de tussentijd gebeurt, hebben wij geen idee van. En als dan fans vragen van, oh, wat gaat er gebeuren? Wij weten het echt niet. Nee, maar misschien nog maar beter ook, want anders dan... Wij zijn dan zou je heel moeten kunnen... goeie, wij kunnen heel goed geheimen bewaren. Ja? Ja. Maar het is ook wel, fijn. Ik ga dat eens uittesten. Het is ook wel fijn om, denk ik, om wel te weten van misschien dat er nog leukere dingen aankomen, maar nog niet te weten wat het allemaal is. Dat het ook allemaal niet allemaal één keer. Oh, jullie gaan dit en dit doen. Over 5 jaar gaan jullie dat het allemaal nog een beetje. Spannend, het is allemaal nog en nieuw fris, is. En, Ik vind het wel leuk om het te weten. Een curieuze mosterd. Guys. Dank u wel om naar de studio te komen. Heel veel succes gewenst. Wat staat er dit jaar dan voor de rest nog naast een theatertour? Nog op de agenda? Opnames voor het nieuwe seizoen? Het derde seizoen. Optredens. Ja. Zoveel mogelijk. Ja. Mensen kunnen op jullie site terecht, veronderstel ik, voor de data. Ghostbusters. Facebookpagina, denk ik. Facebookpagina? Ja, Facebookpagina. Ja. Oké, geweldig. Heel veel succes. Dank u wel om naar hier te komen. En waarschijnlijk tot ergens on the road. Hè. Sowieso. En van de ene toffe bende naar de andere, want Dean die zag de Grietjes backstage bij Anne Royal. Sylvie de Bie besloot een tijd geleden om uit de Grietjes te stappen. Ondertussen is er al een waardige opvolgster gevonden, Esther Sels. Hoe zijn jullie in godsnaam bij Esther terechtgekomen? Nou, dat was eigenlijk niet moeilijk. Hè? Helaas stopte Sylvie met de Grietjes en wij hebben gewoon, Isabel en ik hebben gewoon samengezeten en gezegd wie ziet er ongelooflijk fantastisch mooi uit. Wie heeft er een stem als een engel? Ja, kijk, er was maar één antwoord, hè? Esther Sels. Dat zijn heel mooie complimentjes, maar dat wisten we natuurlijk allemaal al. Hè. Wat vind jij ervan? Ik ben heel blij dat deze twee dames mij gecontacteerd hebben. En ik moet zeggen, we hebben al een aantal optredens achter de rug met de Grietjes. En het waren een van de... Allee, voor mij waren dat echt super ervaringen. En ik heb mij zo geamuseerd op het podium met hun. Dus ik ben echt heel blij dat ik een Grietje mag zijn. Wat is er zo speciaal aan een Grietje zijn? Oh, Dean, dat wilde niet weten. Ik begin hier te zweten. Dat jongens zijn meisjes. Nee. Ja, bijvoorbeeld op het podium, wat is het belangrijkste dat de Grietjes doen? Ambiance maken. Ambiance. Dat is het belangrijkste, dat de mensen zich amuseren, dat ze meedansen. En wij nemen onszelf niet al te serieus. Met een korreltje zout en er mag een klein beetje humor bij zitten. En ja, dat hebben we al ondervonden bij Esther, dat er ook wel een klein hoekje af is. Dus dat is perfect. Is er iets veranderd doordat Esther erbij gekomen is? Wij spelen nog altijd onze medleys. Het verandert af en toe wel eens, maar ja, we hebben verschillende formules eigenlijk. Wij spelen zowel met een live on tape als met een volledige live band. En binnenkort gaan wij ook een akoestisch setje in elkaar steken. Dus ja, voor iedereen wat wil ze eigenlijk. En wij spelen heel veel verschillende medleys. Franstalig, Nederlandstalig, Engelstalig. Met disco medley, amazing medley. Allee, er zit echt voor iedereen wat bij. De Vlaamse artiesten hebben de afgelopen weken niet stilgezeten en daarom dit kort nieuwsoverzicht.
Clouseau Danst is het 12e Nederlandstalige album van Vlaanderens meest succesvolle band. Het album telt 12 nieuwe songs en is een ode aan de dansvloer, aan de nacht, aan passie, aan leven en niet geleefd worden. Wat zeker is, niemand zal stilzitten op de aanstekelijke mix van funk, soul, disco en pop. De release wordt kaart bijgezet met de lancering van de tweede single uit het album Droomscenario. Robbie Longo zag zijn grote droom in vervulling gaan toen hij met zijn grote voorbeeld, countryster Aaron Watson, een concert kon geven voor het uitverkochte The Borderline in Londen. Onze countryman had 2 jaar geleden voor zijn album Take It Easy al het duet Working Man Blues met Aaron opgenomen, maar de heren hadden elkaar nooit ontmoet. Daar bracht Aaron verandering in toen hij Robbie uitnodigde voor zijn concert in Londen. Meteen een goede gelegenheid voor Robbie om zijn idool te bedanken met een Gouden Award voor hun succesvolle muzikale samenwerking. 5 jaar nadat hij voor het laatst een teken van leven had gegeven met nieuwe muziek, brengt Peter van Laat niet 1, maar 2 singles uit. Dat ik wakker word en Steel niet zijn samen het overtuigende bewijs dat een van de meest constante hitmakers uit de Vlaamse popmuziek het nog in de vingers heeft. Al wil hij voortaan meer dan ooit duidelijk maken, dit is wie ik ben. En dan is het weer tijd voor het Anne Filmnieuws. En vanaf deze week gaat ons Steffi naar de bioscoop om een film te bekijken en die hier in de studio aan ons voor te stellen. Steffi, hoe is het? Goed, en met jou? Heel goed, heel goed. Welkom. Zeg, vertel eens, welke film ben jij deze week gaan zien? Ik ben gaan kijken samen met mijn nichtje naar Helden van de Zee. Ah. Dat is naar de gelijknamige Ketnet-reeks Helden. Ja. Dus het is ook met dezelfde acteurs. We hebben Maureen, de Dempsey, de Nico en Sieg. En dat was eigenlijk een heel toffe film. Ik heb ervan genoten, mijn nichtje heeft ervan genoten. Is het een beetje gelijk zoals een serie, maar dan in langspeelfilm, of hebben ze het anders aangepakt? Ja, ze hebben het wel een beetje anders aangepakt. Het gaat er eigenlijk over, voor even in het kort de story te vertellen. Ze gaan met z'n vieren naar de zee voor 2 maanden op avonturen, zoals de helden altijd doen. En al heel snel wordt een Dempsey, die wordt verliefd op een meisje, op Eva. Maar Eva gaat op taalkamp naar Engeland. Lap. En hij vergeet haar een nummer te vragen. Dus dat is een groot probleem, hij heeft daar geen contactgegevens van. En dus komen de andere helden met het voorstel van, ja maar ja, wij gaan die zoeken, wij gaan gewoon naar Engeland en we gaan het kanaal oversteken. Okay. En ze gaan dat dan, het zijn natuurlijk helden, dus ze gaan dan zelf hun boot maken. En in het begin starten ze eigenlijk met te zeggen, we gaan alle vier onze eigen boot maken en we maken een soort race onderling ervan. Ja. Dat plan faalt falikant. Dat is, ze geraken niet verder dan 100 meter en dan zinken die bootjes eigenlijk al. En dan komen ze op nog een beter idee en dat is dan meteen ook een beetje de moraal van het verhaal. We gaan samen 1 boot maken. Samen staan we sterker. Samen ben je beter dan alleen. Dat is een beetje de moraal van het verhaal die erin zit. Okay. En dan begint het avontuur natuurlijk nog maar pas. Hè, want... Zeg, het is eigenlijk naar kinderen gericht, maar is het ook voor volwassenen? Ja, het is zeker een fijne film om naar te kijken. Ik vind ook, er zit heel toffe muziek in. Het gaat ook vooruit. Af en toe komt er een heel snelle montage in. Dus het maakt de film niet constant aan hetzelfde tempo, maar er zijn zo wat snellere stukken in. Dat vond ik wel leuk. Ik heb de kinderen hard horen lachen. Dus om de zoveel tijd, de helden die doen allerlei stoten. Dus fijn dat die kinderen zich daar zo mee kunnen amuseren. En nog een hele goeie voor de mama's. Want als je de helden al eens gezien hebt, dan weet je dat die nogal gespierd zijn. Sportieve mannen. En ongeveer 60-70% van de tijd zijn ze in bloot bovenlijf. Oeh. Dus, dus je hebt ervan genoten? Ja, absoluut. De Sieg is mijn favoriet. Oké, dan weten we wie dat zijn handtekening die we kunnen vragen. Ja, absoluut. Graag. Geweldig. Dus volgens jou een aanrader voor zeker weten. Goede familiefilm. Ideaal voor op zondagmiddag met de hele familie te gaan kijken. Absoluut. Alright, geweldig. Bedankt om te komen, Steffi, naar de studio. En wij gaan eens kijken naar de trailer. Kom, Nico. Sorry, zenuwen.
Zijn jij single? Alleen? Zijn jij hier alleen? Nee, met mijn tante, hè. Hisse, ferme pony. Wil jij met mij eens geen crème gaan eten? Maar ik ben morgen alweer weg. Ik ga op taalkamp in Engeland. Huh? Wij helpen u bouwen en dan kun jij recht de zee over naar uw lief in Engeland. Je kan vrijelijk zijn. Hè? Vrijelijk. Nico! Wil je eens goed uit de bol gaan, dan kan je dat best doen op een van de volgende concerten. Op 28 februari houdt Axel Red halt in de Capitool in Gent met haar acoustic show. Haar liefde voor muziek, passie voor het leven en inzet voor een betere wereld zijn de basis voor alles wat ze onderneemt. Het voorbije jaar concentreerde ze zich op de opnames van haar nieuwe album Acoustic. De opnames gebeurden afwisselend in België en de USA en zoals de titel aangeeft worden bestaande nummers herleid tot hun essentie. Na een zinderend concert op Rock Werchter blijft het hard gaan voor Years and Years. Het trio verleidt het publiek en de critici met een smakelijke mix van R&B, house en electropop, geïnspireerd door de jaren 90. Op de planken maken ze er telkens een hysterisch feest van. Na een meer intiem concert in de Antwerpse Trix op 19 november keert het trio op 3 maart terug naar zijn talloze fans in ons land voor een concert in Vorst Nationaal. Op 4 maart gaat de musical Grease in première in de Antwerpse Stadsschouwburg. Grease vertelt het verhaal over de tieners Danny en Sandy die samen een romantische zomer hebben beleefd. Maar nu het nieuwe schooljaar weer begint, laten de stoere Danny en de brave Sandy hun ware gevoelens niet zien in het bijzijn van hun vriendengroepen, de Pink Ladies en de T-Birds. Dat zorgt uiteraard voor de nodige teleurstellingen, twijfels en andere liefdesperikelen. Vooraleer we eruit gaan, hebben jullie nog de nieuwste van Grease te goed. Voor jou wil ik gaan. Tot de volgende keer. Bye bye. Ik word gek, raak buiten zinnen. Ga compleet uit mijn dak. Weet niet waar ik moet beginnen. Ik word heet van binnen. Jongen, kom op, want ik zoek een man die het hart kent van een vrouw. Zo kom op, zodat ik zeggen kan dat ik altijd van je hou.
voor jou wil ik gaan. Kom op, je kan het. Schatje, voor jou wil ik gaan. Kom op, je kan het. Geef me totaal.